Maar ja, ik begreep dat allerlei luisteraars vonden dat we sowieso ons voortdurend herhaalden over de gebreken van de Nederlandse overheid. En in het bijzonder van de leider van de Nederlandse overheid op dit moment, namelijk Rutte. Maar ik zal dat nog eens een keer principieel uitleggen. Het feit dat onze overheid op zoveel terreinen structureel tekortschiet in zijn basistaken. dat heeft enorme invloed niet alleen op mensen die in Groningen wonen. Niet alleen op mensen die doodgeschoten zijn omdat de diverse politiediensten voornamelijk ruzie met elkaar maakten. En dat zou ontzettend fijn vonden, evident. Dat heeft enorme invloed op het vertrouwen wat burgers hebben. God, Nederland zal niet 1, 2, 3 onder de waters onder de zeespiegel verdwijnen. Maar het heeft enorme invloed op het vertrouwen wat mensen koesteren in het politieke systeem en in de democratie. En dat vertrouwen is toch al in allerlei opzichten verrafeld geraakt in de afgelopen decennia. En dat vertrouwen moet weer terugkomen. Mm. En nu is het elke week bij wijze van spreken geraakt waar je weer ziet dat diensten waar fors voor betaald moet worden totaal niet doen wat ze moeten doen. Mm. Het dit was toch ook een beschamende vertoning over die, over die bewakingsdiensten? Bij Dirk ja, hoe is het Henebrief? mogelijk dat er vier diensten zijn die allemaal met elkaar ruzie maken, terwijl ondertussen die mensen doodgeschoten worden? Ja, dit gaat over het rapport, onder andere van de beveiliging van Peter ja, Kunnen meer, dat even herhalen de rapport? Kun je dat even uitleggen voor de mensen die dat gemist hebben? Wat is daar gebeurd? Nou ja, er was een rapport gemaakt over wat, wat er mis was gegaan bij de beveiliging. Van een aantal mensen die, die, die doodgeschoten zijn. Namelijk die advocaat is doodgeschoten. De broer van de kroongetuigen. Dit gaat allemaal over dat. dat, uh, dat, dat is dat niet, heet dat niet het Marengo-proces? Ja, dat, dat zijn de die gasten. De broer van de kroongetuigen is doodgeschoten. En tenslotte is Peter Erdevries, die ook weer assistentie zou verlenen in die zaak. Die is ook doodgeschoten. En nu blijkt uit een onderzoek. Dat, dat in allerlei opzichten waren wel uh, zaken gedetecteerd. Als ze beter hadden opgelet, dan hadden ze misschien deels die, zaken, uh, die moordpartijen kunnen voorkomen. Maar nee, er bleken vier diensten, als ik het me goed herinner, bij deze zaak betrokken te zijn. Die op een eindeloze bureaucratische manier ruzie met elkaar maakten over wie wat moest doen en wat je wel en wat je niet moest doorgeven. Ja, wie is zo'n geval? Wat zien we in Groningen? Eindeloze ruzies tussen die, die drie oliebedrijven en de Nederlandse overheid, waardoor er geen kloot gebeurt. Dit is precies hetzelfde patroon. Hmm. Een totaal onvermogen, waar, om te begrijpen dat jouw primaire taak, nietwaar, het, het helpen, assisteren en beveiligen van burgers is in dit geval. Ja, maar is de vries... Nee, je gaat dus jarenlang ruzie zitten maken onder elkaar. Maar had de Vries nog geleefd als zij geen ruzie hadden gemaakt? Ja, dat valt nooit te bewijzen natuurlijk. Maar het is wat uit dat rapport omhoog dampt, het is wel een droeve, droeve vertoning. Ook daar zie je nooit dat er ergens iemand verantwoordelijk voor is. Het is een vage, mistige conctie van rommelende bureaucratieën die enorm geïnteresseerd zijn in hun eigen existentie en niet of nauwelijks in feite in datgene wat ze daadwerkelijk zouden moeten doen. In dit geval bewaken. En in dit geval de verschillende gegevens delen. Nou is dat ook weer niet het nieuwste onder de zon. Als de CIA, de FBI, zou hebben geïnformeerd. over de eerste aankomende kapers van die toestellen. dan zou 9-11 wellicht, dat is ook een suggestie natuurlijk, maar wellicht voorkomen hadden kunnen worden. Maar die twee organisaties, die konden elkaar eens bloed wel drinken. Die vonden niets leuker dan elkaar zitten en niet informeren. Nou ja, met deze gevolgen. Hoe, hoe dat komt, dat zulke diensten. Ik denk dat dat komt. Zulke diensten raken in zichzelf gekeerd. Je, je, je ziet dat als je sowieso bij, bij overheidsinstanties, ik had ook wel eens dat gevoel bij de universiteit zijn, dat, dat ze zijn alleen in zichzelf geïnteresseerd of in vergelijkbare instellingen elders. Omdat ze wel begrijpen hoe, 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 die, hoe die in elkaar zitten. He, dus dan ga je maar alsmaar op, op irritante wijze voor de voeten lopen. En dat, ja, het is. Nogmaals, het is een soort inkeer in jezelf. En denken dat je eigen bureaucratische organisatie het belangrijkste ding ter wereld is. En hoe komt dat? Komt dat door de mensen die daar werken of door de leidinggevende? Ik heb geen idee. Het is een verschijnsel, nogmaals, ik gaf niet voor niks. De FBI en CIA als voorbeeld. Het is een verschijnsel wat zich volgens mij overal voordoet. ...bureaucratieën die uiteindelijk alleen zichzelf nog maar interessant vinden. Nou, wat zou je dan kunnen doen? Hop, maar het weten. Een van de gekste dingen vond ik van de universitaire cultuur... ...is dat als je bij een koffie gaat zitten drinken met collega's en zo... ...dat vaak het enige onderwerp wat ze werkelijk zit, ...of Jan Klaassen, laten we Jan Klaassen er maar weer even bij halen... ...of die wel of niet zal worden bevorderd tot hoogleraar in... Noem het eens wat op in een of andere universiteitsstad. Dat ze primair geïnteresseerd zijn in. Nou ja, in dingen waarvan je denkt. wat doet dat er eigenlijk precies toe? He? In hun eigen wereld. Dat is het eigenlijk. Ik denk ja. een soort overfixatie op je eigen wereldje. Had jij daar ook last van? Nee, daar heb ik godzijdank nooit last van gehad. Maar hoe, wie bewijst dat? Nee, maar dat kun je niet bewijzen. Kun je absoluut niet bewijzen of dat zo is. Kan het niet eens zeggen. Kan mooie sier maken met mijn fantastische gedachten over deze zaken. Ik heb me altijd tot op zekere hoogte in het universitaire milieu een outsider gevoeld. Ja, heeft dat iets opgeleverd? Nou, niet zo verschrikkelijk veel. Want op zichzelf, weet je eigenlijk, als je, als je gewoon je eigen pad volgde, je weet eigenlijk niet lastig gevallen. Dat is vast weer de andere kant van de zaak. Maar dat men in, men in hoge mate gefixeerd is op, op, op het eigen wereldje. Ja, dat vond ik altijd wel een beetje vreemd, toch? Het begint met bewustwording, denk ik altijd. Hè? Dat je weet van, hé, we zijn wel heel erg in onszelf gekeerd. Ja. Moeten we daar misschien iets aan doen? Dat gevoel was niet, eh, volgens mij niet sterk ontwikkeld. Nee. Maar goed, daar ligt een taak voor een, voor een leidinggevende. Die zegt van, hé hey jongens, laten we eens eventjes op bezoek gaan bij de buren. <laughs> ik moet niet roddelen. Dus ik zal niks zeggen over leidinggevende hmm. Van de doden niets dan goeds. Nee. Hoe kwamen we? Oh ja, via de politiek. Oh ja, via de rapporten van uh, Dirk Weersum en uh, ja. Peter Vries, Ja. Beschamend ja. toch weer? Ja. Als je dit dan leest, wat voor gevoel heb je dan over het land waar je in leeft? Nou ja, dat is het probleem. Dat, uh, daar kan ik nu weer fijn over uitpakken. <laughs> en dan krijgen we weer een brief dat ze nou goed beter van weten. wat ik kan denken over de Nederlandse overheid en over Rutte. en dat ze nou wel eens wat anders willen horen. Ja. We zullen zo iets over die kunst zeggen, want dat viel me ook op. De oh ja, kunstpodcast. Ja, de ja. kunstpodcast. Jagen in de sneeuw. Ja, ja, wacht even. Maar eerst even. Uh, ja, het, het, men, men heeft toch op dit punt in onvoldoende mate het, 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 de urgentie van, door van hoe belangrijk het is dat die overheid dus zo belazerd functioneert. Zijn dat zaken waardoor Nederland totaal fundamenteel van de rails zal raken? Nee. Maar het is fundamenteel in de zin dat het stapje voor stapje voor stapje, rapport voor rapport voor rapport, wordt het vertrouwen van de modale burger in de democratie en in het landsbestuur in de ruimste zin van het woord op de verschillende niveaus systematisch ondergraven. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Want dan zeggen mensen: Ga de hele democratie, er is allemaal niks gedaan, weg daarmee. Sterke man hebben we nodig, leiding, spierballenpolitiek. Dat, dat hebben we juist helemaal niet nodig. Zodra je namelijk zo'n spierballenpraatjesmaker hebt, kun je er niet meer van af. Door naar de, de bekende lijst in feite. Kijk, kijk de, de worsteling van een land als Israël. Wat toch ook, god, beter, beter zou moeten weten dan, dan deze boevenclub die ze, nu, die, die ze er nu hebben zitten. Maar goed, ehm... Um, ja, dus ik vind dat wel ontzettend belangrijk. En ik vind ook het, dat dysfunctioneren van, van een deel van ons overheidsapparaat. En als dat nou kwam door goddelijke ingrepen, doordat de Heer Jezus het hemel eenmaal had laten weten dat het allemaal niks was. Nee, we hebben dat zelf georganiseerd. Dat is de paradox van dit probleem. Hmm. Maar het feit dat jij het moet blijven herhalen, is ook een signaal aan de luisteraar die misschien eens moet nagaan van kan ik niet dus anders stemmen om hier iets aan te veranderen? Ja, dat zou ook kunnen. Dus al die mensen die het zat zijn, ja. die moeten misschien eens kijken op wie stem ik. En wat, wat heeft die partij voor plannen met deze... Ja, denk eens goed na over wat je, bij welke kant. En dan zullen ze vaak zeggen, ja, alsof die andere partijen waar we niet op gestemd hebben het zoveel beter weten. Nou ja, dit is toch een, een, een hele wolk van beleid, laten we het maar... Want het is natuurlijk een betrekkelijk diffuse zaak, waar we vanaf moeten. We moeten daar vanaf een of andere manier, dat geldt voor alle mogelijke dingen. Alles wat, wat onder het etiketje efficiency, snelheid, enzovoort, eh, dat, dat is bij voorbaat verdacht. Dat, dat weet ik absoluut zeker. Zodra je het woord efficiency hoort, dan denk je, oh jee, daar gaan, daar gaan ongelukken gebeuren.